Hey, welkom weer bij een nieuwe video. Mijn naam is Erik van Vuren. In deze video gaan we kijken naar twee nieuwe lampjes van Aperture, de MX en de F7. Ik gebruik al een tijdje de Aperture lampen. In dit geval gebruik ik de 120D om mij persoonlijk uit te lichten. Die neem ik soms ook mee naar een locatie om mijn scène nog wat mooier te maken. Daarbij heb ik nog een M9, dat is echt formaat creditcard. En die gebruik ik bijvoorbeeld in een auto om een persoon achter het stuur nog ietsje meer uit te lichten. Nu gaan we dus even kijken naar de twee nieuwste lampjes, die MX en die F7. Daarbij moet ik wel zeggen, dit zijn nog prototypes, maar ze zijn voor ongeveer 95% af. Eén groot verschilletje bijvoorbeeld bij de MX ten opzichte van dit model en het uiteindelijke productiemodel, is dat hier zie je kleine schroefjes om de voorkant te bevestigen. En dat zal uiteindelijk magnetisch worden, net zoals bij die M9. Die MX konden we al een beetje zien tijdens IBC in 2017 en het is dus een bicolor lampje. Even ter vergelijking qua dikte, hij is dus twee keer zo dik en ook volgens mij zeker vijf keer zo zwaar. Maar goed, hij kan nu dus van 2800 Kelvin tot 6500 Kelvin ingesteld worden. Daarbij heeft hij nog eens een keer een constant light output, wat inhoudt dat hij op 10% batterij nog net even hard schijnt als dat hij dat op 100% doet. Sommige lampjes worden minder krachtiger naarmate de accu natuurlijk minder wordt. Nadeeltje is wel, je hebt geen LCD. Je kan namelijk de intensiteit en de kleurtemperatuur op 5 verschillende niveaus instellen. En je kan dus niet zien op welke instelling je zit. Je moet dus bijvoorbeeld helemaal afzakken naar het laagste of het hoogste punt en dan terugtellen hoe vaak je hem indrukt en weten welke trap die dan komt te staan. Dat is een klein nadeeltje. Daarbij moet ik wel zeggen, hij is echt fantastisch gebouwd. De achterkant is echt van puur metaal. Daardoor geloof ik echt wel dat je deze overal mee naartoe kan nemen en ermee kan smijten, om even te zeggen. Er zit nu standaard een bevestiging aan de onderkant, waarbij dat M9 was het nog een los onderdeeltje. Dus dat is heel erg fijn op het moment dat je hem bovenop je camera wil monteren. En als je hem op wil laden, er zit een USB-C aansluiting aan de zijkant. En als die helemaal opgeladen is, zou je ongeveer een uur op vol vermogen kunnen gebruiken. En op minimaal vermogen zou die ongeveer 8 uur mee moeten gaan. En mocht er nog niet genoeg zijn, op het moment dat je in een situatie komt te staan dat die op 100% nog net niet krachtig genoeg is, zit er een booster mode op. En op het moment dat je die indrukt, heb je 1 minuut lang 30% extra vermogen. De F7 komt in dit stoere mannelijke handtasje. Die natuurlijk als bescherming van die F7. Even openmaken. Hierin vinden we de lamp. USB-C kabel en een vette hot shoe adapter. Die is trouwens echt gigantisch dik. Maar ja, de lamp is ook een stukje groter natuurlijk. Daardoor kan je hem makkelijk bevestigen bovenop je camera. Daarbij hebben we nog een keertje een kleine diffuser die je voorop het lampje kan klikken om te zorgen dat het licht ietsje zachter wordt. De enige overeenkomst tussen de F7 en de MX is dat ze allebei bicolor zijn, maar voor de rest zijn ze totaal verschillend. We beginnen alleen al met de waardes. Deze begint bij 3200 Kelvin en die kan dus helemaal omhoog tot 9500. Dat is heel erg indrukwekkend. Het ideale middelpunt is daarom dus ook daglicht, 5500 Kelvin. Je kan hem op verschillende manieren aansturen. Er zit een D-tap en een USB-C aansluiting aan de zijkant. Kan je dus door middel van bijvoorbeeld een powerbank kan je hem aanzetten. Of je gebruikt gewoon de typische Sony batterijen. Die worden trouwens niet bijgeleverd om hem aan te zetten. En we hadden het net over die MX en qua bouwkwaliteit is die, omdat die natuurlijk van puur van metaal is, echt onwijs sterk. En dat is iets wat me wel een klein beetje tegenvalt van die F7, want dit is gewoon weer behoorlijk plastic, dus ik zou hier een stuk voorzichtiger mee omgaan dan bijvoorbeeld zo'n MX. Maar goed, het zijn ook verschillende lampen. En het mooie is dat hier dus wel een LCD'tje op zit, waarop je kan zien hoeveel batterij je nog hebt, wat de intensiteit is en op hoeveel temperatuur staat ingesteld. Het fijne daarvan nog eens een keer is dat die qua intensiteit kan die lager dan 10%. De meeste LED-lampen kunnen dat niet en dan nog is die op 10% veel te krachtig. Deze kan tot en met 1%.
beide lampen ook gebruiken tijdens een high frame rate test en tot en met 180 frames per seconde vertonen beide lampen gelukkig geen flikkering. De prijzen zijn nog niet officieel aangekondigd, maar de verwachting is dat de MX ongeveer rond de €150 gaat kosten en dat die F7 ongeveer rond de €100 gaat kosten. Naar mijn idee hele betaalbare lampen en zeker heel erg betrouwbaar als het aankomt natuurlijk op de kleur, de temperatuur en de afgifte daarvan. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. Druk even die blauwe duim omhoog. Ook abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie je heel graag weer in de volgende video. Doei!